Ik ben Bas van Meernoek van Stichting Museum Kandij. En vandaag is de afsluiting van de tentoonstelling. Ik wil even zeggen dat ik denk dat het een heel positief gebeuren is geweest. We hebben Tilburg uitgekleurd. We hebben heel veel publiciteit gehad. We hebben heel veel mensen bij betrokken door het schilderen van deze doeken. 250 studenten van het ROC. Volgende week gaan we schilderen met 150 studenten van Doetremont en Drunen. Dus ik denk alles bij elkaar dat we kunnen terugkijken op een heel succesvol Wereldeensdag 2009. Iedereen die onveilig vrijt, kan in no time besmet raken. En jullie weten allemaal inmiddels wel op welke manieren. En daarom is dit vandaag zo belangrijk. Ik had eigenlijk nog een hele goede vraag gisteren van een student en die ging erover wat heeft besnijdenis met HIV en AIDS te maken. Misschien kan je tenslotte daar iets over zeggen? Ja, er is onderzoek gedaan van waarom komt er in de moslimwereld, want wat ik net zei, als we kijken naar Sub-Sahara gebied, daar zit 24 miljoen mensen die besmet zijn. In het noordelijk Afrika is dat aantal vele malen lager. En toen zijn we eens gaan nadenken, waar zou dat nou vandaan komen? En wat blijkt? Het feit, want we hebben dat ook gekeken naar andere gemeenschappen, als mensen die als mannen besneden zijn, dan is die huid van die eikel is dikker, omdat die beschermlaag weg is, en daardoor kunnen ze minder makkelijk HIV oplopen. Wat HIV betreft maakt het niet uit wie je bent. Of je nou homo of hetero bent, of je nou wit of zwart bent, rijk of arm bent, als jij maar onveilig vrijt, dan heb jij een verhoogde kans op het krijgen van HIV. Het zijn cultuurpatronen, het is het gedrag wat wij vertonen, wat bepaalt of wij wel of niet HIV oplopen. Ik ben raadslid in Tilburg, maar ik ben ook docent in Tilburg. Ik geef aan Tilburgse jongeren les. Niet alleen Engels en maatschappij leren, maar ik probeer ook van alles te vertellen aan jongeren over internationale solidariteit en over de wereld om hun heen. En de stichting Wereld AIDS Dag Brabant, die doet daar mee. En samen met de stichting Mozambique Tendai, de Tanzania werkgroep, het ROC, het Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking. En allemaal hebben we samen in Tilburg geprobeerd om Tilburgse jongeren bewust te maken van de problemen rondom HIV en AIDS. De problemen in Tilburg daaromheen, maar ook in Mozambique en in Tanzania en de rest van Afrika. En daarom vind ik het zo belangrijk om aan dit project mee te werken. En ik vind het fantastisch dat mijn leerlingen, zou ik maar zeggen, al deze schilderijen hebben gemaakt. Waaruit ze laten zien dat ze niet alleen creatief zijn, maar ook zich heel erg bewust zijn van problemen rondom HIV en AIDS. En dat zij daar een bijdrage aan kunnen leveren om die problemen op te lossen. En ik heb daar heel graag aan meegewerkt.